Ik denk dat we veel meer kunnen doen met elkaar dan we vaak lang voor mogelijk hebben gehouden. Ik weet dat een aantal jaren geleden het ook zo werd gezien van ja, dat gebeurt nu een keer. En dat hoort bij een samenleving, dat mensen zichzelf van het leven beroven. Haast een soort fatalisme. En daar zien we gelukkig wel een kentering in, want achter elke suïcide zit zo'n afschuwelijk droevig verhaal. Het is ten diepste eenzaamheid, niet gehoord worden, niet gezien worden. Ik denk dat ieder mens wel voorbeelden weet van mensen die echt depressief zijn of heel somber en met hele sombere gedachten rondlopen. En ik ga natuurlijk geen naam of herleidbare personen noemen, maar ik heb in het recente verleden ook zo'n gesprek gehad. En dat je echt zegt van alsjeblieft zoek hulp en ook empathie en volle betrokkenheid tonen. En dan kan het vervolg ook in hele simpele dingen zeggen van zitten van af en toe nog eens een appje sturen of eens vragen van hoe gaat het nu met je? En ik blijf aan je denken, maar ja, het raakt ook mij. Ik ken ook mensen die met die sombere gedachten lopen. En ja, dat grijpt mij heel erg naar de strot. Van, goh, zo'n mooi mens. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft talenten. En ieder mens gun je dat hij niet op die manier om het leven komt. Maar dat hij een leven lang gelukkig mag zijn en pas op hoge leeftijd een keer de laatste adem uitblaast. Ik denk dat suïcide niet een privé aangelegenheid is, want een mens is een sociaal wezen. Je maakt deel uit van een sociale context. En ieder mens heeft natuurlijk intrinsiek de behoefte om zelf gelukkig te zijn, maar ook hopelijk om andere mensen gelukkig te maken. En als je zelf zegt van ja, ik zie het niet meer zitten, ik stap eruit, dan heeft dat ook enorme gevolgen voor je context. Wij weten natuurlijk allemaal de verhalen van de nabestaanden die zo diep bedroefd, ontroostbaar zijn, omdat ze zich ook vaak schuldig voelen. Had ik signalen gemist? Had ik het kunnen voorkomen? Dus je doet niet alleen jezelf letterlijk wat aan, maar ook anderen. En in de eerste plaats gunnen we het mensen dat ze niet zichzelf wat hoeven aandoen, maar daarmee ook hun omgeving sparen. Het zal heel herkenbaar zijn voor mensen, iemand die fiets langs, alles goed? Ja, alles goed. Ik heb onderhand leren antwoorden. Nou, alles is wel veel gevraagd hoor. Maar waarom zou je niet vragen hoe gaat het? Hoe gaat het met je? Of hoe gaat het nu met je? Vanuit een oprechte belangstelling. En daar begint het mee. Oprechte belangstelling in je naaste. En hopen ook dat die ander dan de vrijheid voelt, de veiligheid voelt om het gesprek te voeren. En ik denk dat daar, juist op dat punt, nog heel, heel veel te winnen is. Dat we het onderwerp bespreekbaar maken. En ook dat een psychiater, hè, waarvan je zegt, nou die krijgt de ernstige patiënten, cliënten, dat hij ook de vraag durft te zeggen, bent u wel eens suïcidaal? Dat heb ik ook van Jan Mokkerstorm geleerd. Die zei, er zijn collega's die die vraag niet stellen, terwijl je hem eigenlijk moet stellen, al vrij vroeg in het gesprek. Ik heb hier makkelijk praten, maar alsjeblieft doe dat mensen. Ga met elkaar praten. En als je denkt, die zit niet lekker in zijn vel, dan zou het toch wel heel mooi zijn als mensen dan de vrijmoedigheid hebben om het gesprek aan te gaan. Het zal niet altijd een gemakkelijk gesprek worden, maar misschien kan je er een mensenleven mee redden. En ik hoop echt dat dat ertoe leidt dat niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, niet alleen professionele hulpverleners, maar eigenlijk de hele bevolking meer oog heeft voor de nood van medemensen die somber zijn, die depressief zijn, en het gesprek durven aangaan. En ik denk dat deze dag eraan kan bijdragen dat het onderwerp goed op de agenda komt.